Goed, welkom in Geervliet. U bent hier in het Sociaal-Cultureel Centrum De Haveling. De Haveling wordt beheerd en geëxploiteerd door vrijwilligers. En de vrijwilligers die zitten in een stichting. In de stichting, daar ben ik de voorzitter van. Wij mogen voor de tweede keer in het afgelopen jaar mogen we de Art & Craft Fair ontvangen. De organisatie is in handen van Blitz, in samenwerking met de combinatiefunctionarissen en een aantal vrijwilligers. En ja, goed, wij mogen daarin meehelpen en de zaal beschikbaar houden voor een gezellige markt met een grote variatie aan doe-het-zelf spulletjes, aan knutselspulletjes en oude ambachten. Ik ben Benise Horstink, ik ben van platform, cultureel platform Zo Blitz. Wij brengen cultuur en kunst in de kernen voor en door de bewoners. En vooral de initiatieven komen vanaf de bewoners. De mensen die in het team zitten in het platform zijn vrijwilligers die ook inwoners van Nissewaard zijn. Wij hebben al behoorlijk wat projecten gedaan. We hebben een fotoproject gedaan, we hebben de metropalen gedaan. We hebben een tunneltje bij de panoramaflat gedaan tussen hemel en aarde. En zo hebben we nog wat meer projecten, een QR-project, dat komt weer van de grond. En we hebben nu voor de derde keer, waar we nu op staan, is de ambachtsmarkt. Dat was begonnen als een ambachtsmarkt 3 jaar geleden en we hebben dat eigenlijk veranderd in een arts- en kraftfair. Omdat we wat meer van de ambacht, oude ambachten af wilden, die houden we er wel een beetje bij. Maar we ook wel een mooie kunstfair willen maken. En dat is weer gelukt met 35 deelnemers met allerlei disciplines. Sieraden, tassen, zijde sjaals, dot art, glas, textielbewerking, kantklossen, mandenvlechter. Nou, van alles. Het is altijd goed bezocht, mensen zijn erg enthousiast en vinden het ook heel leuk om te kijken wat er allemaal voor disciplines zijn. Dus je hebt van alles wat, zodat je ook met wat leuke dingen naar huis kan of na kan denken. Wat is leuk? En wat kan ik later misschien nog, kan ik er misschien nog een kunstenaar contacteren om misschien iets te laten maken. Of nog eens een keer in zijn atelier te kijken. Een heleboel kunstenaars bieden ook workshops aan en laten ook dingen zien. De pottenbakster is ook met een pottenbakken bezig. Ik zou zeggen, volgend jaar komt hij weer en kom gewoon beslist kijken, want het is heel erg leuk. Ons platform wordt gesteund door het Centrum van de Kunsten en door de gemeente Spijkenisse. En wij zijn heel, heel erg blij met de Haveling die ons hier dit biedt voor het tweede jaar, zodat wij daar kunnen staan. Want dit is een intieme ruimte, heel fijn, niet zo groot en het is binnen. Voor de kunstenaars ook heel fijn. De auto is helemaal